Oud-international en trainer Kees Rijvers is overleden. De in Breda geboren Rijvers was trainer van onder meer PSV en het Nederlands elftal. Met PSV veroverde hij 3 landstitels, 2 bekers en zijn grootste verdienste een UEFA Cup. In 2016 maakte Omroep Brabant deze reportage over Rijvers. Ik ben zo gekoppeld aan Prins van Hagen. Ik ben Prins van Hagen en daar blijf ik. Rijvers, Nederlands vierde doelpunt. Rijvers op de schouders, u ziet het. Ja, de raampje daarboven, daar heb ik mijn kamertje gehad. Hè. En zondags, als er niemand thuis was, dan klom ik langs de goot daar via het dak naar boven. Op de Sint-Jozefschool was hij de enige 6-jarige die met de jongens van de hoogste klas mee mocht doen. En dan nog speelde ik vooral via een muur aan de rand van de speelplaats. Als ik de bal daar goed gericht opschoot, wist ik tenminste zeker dat ik hem precies zo terugkreeg als ik dat wilde. Bij een teamgenoot kon het alle kanten opgaan. Kun je niet zien. Die bocht was de ingang naar school. Ja. En rechts was de speelplaats en links de klasse, zeg maar. Ja. Maar u bent van harte welkom. Nou, dank u wel. Dat was ons voetbalveld daar zo. Dankzij meneer Matthijsje. Dat was de hoofdonderwijzer. Hier heb ik de nodige 1-2'tjes met mezelf gespeeld. Toen u hier als klein manneke voetbalde, ja. Had u toen al het idee van, nou, ik ben eigenlijk wel beter dan de anderen? Ik had helemaal geen idee toen die tijd, want ik was tegelijkertijd moesten we... ik ben met mijn 6 gaan solliciteren bij NAC om binnen te mogen komen. En nee, zeiden ze thuis, jij moet naar de helpen, verkenners zijn. U bent katholiek? Ja. En u ging naar een protestants club, hè, NAC? Ja. Was dat geen probleem? Juist niet, omdat mijn moeder had geen goede ervaringen met een of andere kapelaan van hier. Een kapelaan die zijn handen niet thuis kan houden, heb ik te danken dat ik mocht gaan voetballen. Het zou van deze tijd kunnen zijn, hè? Nou. Het is een heel verhalend boek geworden. Het is wel echt een levensverhaal, wat heel veel over voetbal gaat. Kan die worden weggehaald door Wildschut? Weer een schot en weer een doelpunt! Dan zie ik het altijd zo, dat de ploeg eronder doorgaat en de trainer. Hè? Ja, je leert ook meer over hem als persoon en over zijn gezin en ja, hoe dat zich allemaal heeft ontwikkeld. Zou schoenmaker worden eigenlijk, in eerste instantie. Uw vader achterna? Dat was eigenlijk de bedoeling. Elektricien ben ik geworden, maar mijn vrouw die repareert de strijkhuizen en stopcontacten. Ja, we zijn de deur op even aan het bekijken. Ja, leuk. Ik heb ook wel afgevoetbald met een varkensblaas, hoor. Ja? Ja, ja. Hier toch? Die bleef langs. Ja. Dat was hier, ja. Slager hier. Ja. Dat was een smeerlap, hoor. Ja. Dat was met mijn vriendje, die woonde een deur verder. En dan mochten we meehelpen met het warm water aandragen en schrapen van die varkens, hè. Nou, die werd gesneden en wij deden het alleen maar, want het was mij te doen om die varkensblaas natuurlijk. Hè. Nou, eindelijk waren ze dan zover, maar dan moesten we de kont van het varken kussen. Weet je nou alles van je opa? Bijna alles, denk ik. In ieder geval één dingetje niet. Opa Rijvers is namelijk, heel verrassend, groot fan van de Brabantse rockband WC Experience. Ja, daar hebben we best veel plezier om gehad. We worden afgebreid in de auto. Wat is nou uw favoriete nummer van de WC Experience? Mijn oma, die heeft een hele dikke kont. Mijn oma, daar loppelt de zomaar niet om rond. Rijvers is 97 jaar oud geworden.